Yeah, it was a really tough game today, really intensive. We expected that game because Visé is a really good team, and we knew that it's difficult to win here. Yeah. But Lions is also a good team. Yeah, we had a really good start in the season. We won three games in a row. So for now, it was that we were maybe also on the same level like Visé at home, and the result seems that both teams are on the same level right now. Ivo 28-28, kan je daar mee leven? Gezien het wedstrijdverloop kan ik dan mee leven. Ik denk dat wij uiteindelijk het punt gewonnen hebben, 3-8 met nog 4 minuten te spelen of zo. We verpesten het voor onszelf op het begin. Als we meteen goed starten, dan loopt die wedstrijd heel anders, denk ik. Maar dat hebben we vandaag verzaakt. En dan kun je maar één ding doen, proberen terug te knokken in de wedstrijd. Je bent niet altijd goed handbal, maar dat we hier nog een punt weten weg te pakken, is voor mij een goed teken.